Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Het is ondertussen al ergens in de middag, want we zijn vandaag in Schiedam geweest bij Mulaan om de tankjesstraat te zien worden. Ja, nou ben ik bij de werkplaats en ja, de dag is nog niet om. Ik wil eigenlijk nog wel even iets gaan doen. Had ik het volgende bedacht. Een spraakmakend onderwerp. De rupsband van onze tank namelijk. Hè? Die ligt al een heel eind in de WD-40. En ja, dat werkt niet zo goed als wij hadden gehoopt. Een paar schakels zijn losgekomen, maar ook een heleboel niet. En een heleboel kijkers, jullie dus, hadden goede ideeën. En één daarvan was elektrolyse. Dus laten we dat eens gaan proberen vandaag. Kijk. Daar ligt hij, hè, de rupsband, ondergedompeld in de WD-40. Nou ja, voor elektrolyse hebben we dus een stroombron nodig. En ik heb ergens nog een acculader liggen volgens mij, gewoon een voeding. Ja, verder hebben we nog wat soda nodig, zout eigenlijk. Water, komt uit de kraan. Ja. Ja, en een bak om het in te leggen. En een stuk ijzer. Ja, goed. Laten we eens gaan kijken. Volgens mij ligt daar ergens nog de acculader die ik zoek. Oeh. Dan was even zoeken. Daar is hij. Een grote acculader. 20 ampère, 13,8 volt. Kijk eens aan. Wauw. Dat moet wel lukken. Nou. Dat is één. Nou moet ik eigenlijk nog een zak met zout vinden. En nog een stuk plastic. Ik hoop dat ik daar snel gevonden heb. Oh, nou. Dat is toevallig. Dan moet iemand klaargelegd hebben. Nou ik alle belangrijke ingrediënten heb, heb ik nog even een grote bak nodig om de gifmengsel natuurlijk zijn werk te kunnen laten doen. Hoppa. Oh nee. Plastic te klein. Zo. Dat was nog wel het moeilijkste, hè? Om die zware rupsband erin te leggen zonder mijn stuk vijverplastic kapot te drukken. Nou, zout erbij en meer water. Dat zout hebben we nodig om het water elektrisch geleidend te maken. Kijk eens aan. Moet nog even oplossen. Het zout is opgelost. Nou moeten we nog even een kathode hebben, geloof ik. Hè? De kathode. Ja, deze. Zo. Vers van het lasapparaat, zie je wel. Oké. Ja, wat we nou nog moeten doen is de acculader erbij pakken. En de min op een scharnierpen zetten. En de plus op dat stuk ijzer wat ik er net in heb gelegd. En als het goed is, gaat dan de roest van de scharnierpen eraf. Die wordt los en die gaat een beetje als een krel rond het stuk ijzer hangen wat daar nou ligt. Hè? Nou, die stalen pijp die daar ligt. Oké, gauw, laten we het aankoppelen en kijken wat er gebeurt. Zo. Nou, daar gaat hij dan. En dan nu moeten we wachten. Ik vind dat lang duurt. Zo. Ja, er komen al wat belletjes tevoorschijn. En dat is waterstof en zuurstof. En waterstof en zuurstof, dat heet ook wel knalgas. Dat is zeg maar best wel brandbaar en best wel explosief. Dus het is niet voor niks dat ik die bak gewoon even buiten heb gezet. Want dan waait dat allemaal weg. Als ik nou in een afgesloten werkplaats neerzet, dan staat er allemaal te dampen. En dat is... ja, ik kom daar niets vermoedend. 's Ochtends aan, ik doe daar het licht aan. Vonkje van de schakel. Bam! Ja. Dat heb ik dan liever niet. Nee. Ja, er zit niks anders op dan gewoon heel lang te wachten. Nou, dus ik denk dat ik het een beetje ga afdekken. Zodat hij niet vol regent. Dat het toch nog een beetje kan ventileren. Ja, dan moeten we wachten. Ja, dit is dus goed, hè. Er komen dus ook al belletjes van deze kant van die scharnierpen. En ook tussen de schakels uit. Dus dat betekent wel dat hij goed contact maakt. En dat er dus ook roest aan het oplossen is wat op die scharnierpen zelf zit. Ja, en wat nog veel belangrijker is, ook in die kier, zeg maar, tussen die scharnierpen en die schakel. Want... ja, daar kun je met niks bij natuurlijk om die roest op te lossen anders. Tenminste, niet om die roest weg te schuren. Oplossen zou wel kunnen. Ik heb ook nog 5 liter zoutzuur besteld. Dat wil ik ook nog even proberen. Maar ik denk dat dit... ik heb hier wel goede hoop op. Ja. Het gaat steeds harder borrelen. Laten we dadelijk nog een keer kijken. Spannend. Hey, maar dan moeten we morgen verder kijken, denk ik. Want ik ga het zo laten staan. Het kan een buitje doen zonder dat mijn zoutoplossing eruit spoelt. En het kan nog een beetje ventileren. Dus dit komt helemaal goed. Er gebeurt van alles. Ik zie het borrelen. Dus ik denk dat morgen helemaal tip-top geregeld is met deze scharnierpen. Dan nog een stuk of 100. Hey mensen, bedankt voor het kijken naar deze werkplaatsvlog. En abonneer even, dan blijf je op de hoogte. En ja, ik vind het spannend, man. Wat verdikke. Kijken, kom kijken. Ja, we gaan het morgen zien. Hey mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende.